Nee, ik ben niet echt iemand die, heel vaak met trainers een weerwoord hebben of iets. Maar ja, als ik het ergens niet mee eens ben, ja, dan zeg ik het gewoon op een normale manier. Ja, ik vind dat gewoon normaal. Als ik het ergens niet mee eens ben, dan zeg ik er wat van. Maar gewoon op een hele normale manier. En waar was jij toen bij Ajax niet mee eens dat het zo misging toen? Nee, ik was er niet mee eens dat ik ineens op de bank begon zonder dat hij mij inlichtte. Frank de Boer, oké. Okay. Ja. Dus je kwam uit het niets op de bank? Ja, uit het niets op de bank, terwijl ik wel alles gewoon had gespeeld daarvoor. En ja, dat vond ik best vreemd. En toen, wat gebeurde er? Ja, toen zat ik opeens op de bank. Maar hoe weet je? Ja, maar je gaat naar hem toe, je praat met hem. Ja, dat was na de wedstrijd. We waren alweer terug in Amsterdam. Ja. En toen ging ik even naar hem toe. Toen zei ik, trainer, mag ik even met u praten? Mag ik even met u praten? Ja. Ja, oké. Okay. En ja, toen vroeg ik het hem. Waarom zit ik op de bank? Nee, ja, waarom niet eens dat. Maar waarom die niet even naar me toe was gekomen. Ik denk dat iets heel normaals is, dat je zo met elkaar omgaat. Als mens zijnde, vind ik. Maar even ons begrippen, want ik was er niet bij natuurlijk. Nu vertelt heel rustig tegen mij en tegen ons. Op wat voor manier ging het toen met Frank? Nee, het ging op zo'n manier. Precies hetzelfde. Ja, dezelfde manier van trainen. Waarom bent u niet naar me toe gekomen? Van tevoren. Om me even te laten weten dat ik niet zou spelen. Kijk, ik zeg, je hoeft me niet genees te vertellen waarom en hoe of wat. Ik zeg maar, ja, ik wist er niks van. En ineens hadden we een bespreking. Dan zag ik mijn naam op de bank. Terwijl ik alles ervoor had gespeeld. Maar was dat in het moment dat Frank de Boer instapte? Dat je gelijk de eerste wedstrijd eruit viel? Ja, dat was gelijk na een paar dagen, volgens mij. Dat is wel heel bijzonder, natuurlijk. Dat vond ik wel vreemd. Maar... En wat was het antwoord? Dat hij mij helemaal niet eens uitleg schuldig was. Oké. Okay. En vervolgens? Dus zo begon het. Vervolgens zei ik, oké, dat is wel heel apart. En vervolgens waren er nog zoveel gesprekken, ook met de directie. Dus ja, dat was eigenlijk het verhaal.